Ja, ik zou zeggen van wel. Want er loopt toch een bepaald proces van je moet goede vragen formuleren, je moet de goede zoektermen genereren, laat maar zeggen. Dan ga je zoeken en beoordelen. En als je inderdaad helemaal niks, geen kennis hebt op een onderwerp, dan wordt het lastiger. Maar je zult altijd wat vinden. En als je toch wat algemene richtlijnen hebt van ik kijk naar hoe up-to-date het is, wie is de auteur, is het wetenschappelijk of niet, of wie zegt iets en welke organisatie zit erachter, dan kun je natuurlijk wel zo op die manier kennis opbouwen.